Als je over de brug rijdt, zie je amper iets van de renovatie. Toch wordt er met 40 man onder de brug gewerkt. Er moeten ruim 10.000 gaten worden geboord en er is 90 kuub beton nodig voor de renovatie. We zijn momenteel de brug aan het versterken. De liggers zijn we aan het versterken. Zoals je ziet zijn we kunststof lamellen aan het aanbrengen onderaan de brug. Op die manier kunnen we de tonnagebeperking die er nu op zit van 50 ton kunnen we eraf halen. Zodat we weer met 60 ton over de brug heen kunnen rijden en dat de brug weer voor 30 jaar mee kan. Dat is een flinke klus, want het is een hele lange brug. Het is absoluut een hele lange brug. Hij is meer dan 200 meter lang. Daar zijn we ook al best al een hele poos mee bezig. We zijn al sinds september vanaf onderaf de brug zijn we bezig om zo de hinder voor de omgeving zo minimaal mogelijk te houden. De brug is zo'n 50 jaar oud en moet verstevigd worden. Toen de brug in de jaren 60 werd gebouwd, reed er minder verkeer over en waren deze voertuigen stukken lichter. De staat van de brug is in principe veilig. Dat betekent dat we veilig van de ene naar de andere kant kunnen momenteel. En je ziet ook nu dat al het verkeer gewoon netjes op een normale manier eroverheen kan. En dat blijft ook zo. We maken hem alleen nog sterker en nog weer duurzamer dat hij voor de komende 30 jaar weer goed mee kan. Er wordt nu vooral gewerkt aan de onderkant van de brug. Het verkeer kan gewoon door blijven rijden, maar ook dat gaat niet altijd zo door. We zullen inderdaad vooral vanaf de onderkant werken. Maar we zullen 4 weekenden en 2 reserveweekenden zal de brug dicht zijn. Wat zou betekenen dat op dat moment het vrachtverkeer en het autoverkeer een andere route zou moeten kiezen. Dus of over Harderwijk of over de Stichtse brug. Voor de fietsers en voetgangers wordt dan een pontje geregeld. De renovatie van de brug moet in september afgerond zijn.